Welkom bij de nieuwe wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij de gast Theo Maassen. Dag Theo, welkom. Hallo, hi. Ja, ik heb speciaal een kerststukje voor jou op de kop getikt, omdat je natuurlijk helemaal zo'n kerstman bent. Familie. Dus uh, dit zijn de dagen voor jou. Ja, heerlijk. We gaan het hebben over uh, een heleboel zaken. Uh, maar voordat ik uh, dat ga doen, nog even een oproep aan de kijker. Want uh, we zijn weer bezig met onze eindejaarsactie. En uh, daarvoor uh, wil ik van harte een beroep uh, op jullie doen. Uh, Programma's zoals deze kunnen alleen gemaakt worden door de kijkers, dus, uh, of de luisteraars, want ik heb begrepen dat Theo een luisteraar is. Dus um, ik wil u ook van harte oproepen om ons te steunen weer. We zitten inmiddels over de duizend donateurs. Heel hartelijk dank ook aan de mensen die ons op dit moment al hebben gesteund. En um, we hadden er vorig jaar 3.500, dus we hebben nog een weg te gaan... Dus ik hoop uh, dat u uh, op dit moment zegt: Ja, dit is het moment. Rechtsboven of onderin uh, klikken op de link. Goed, Theo. Uh, jij benaderde mij, uh, ik denk ik, een week geleden of zo. Hmm. Uh, naar aanleiding van jouw podcast. Ja, ik wilde jou uitnodigen voor mij. Ja, mij. Dus, dus, uh, daar ben ik ook op ingegaan voor de duidelijkheid. Dat gaat allemaal nog gebeuren. Maar het leek mij heel leuk om, uh, om ook met jou in gesprek te gaan bij de nieuwe wereld. En uh, we zien uh, wel waar het gesprek ons brengt, ja. uh, ook waar jij zin in hebt. We kijken gewoon. Maar een van de redenen waarom ik jou heb uitgenodigd, is toch wel uh, dat ik uh, de afgelopen jaren, en ik ben niet de enige, denk ik, heb gemerkt dat uh, ook humor uh, niet meer, um, laten we zeggen, uh, een vanzelfsprekende zaak is. Dat dat ook onder een vergrootglas uh, ligt. Ik heb uh, destijds uh, jouw uh, show gezien. Um, met, waar je een grap over de profeet ging, uh, ging maken. Mm -hmm. um, ik vond het meesterlijk, want uiteindelijk maak je in heel die show die grap niet. Um, maar je draait daar eigenlijk omheen. Maar daarmee tipte je wel al het delicate aan. van waar we ons uh, in bevinden. Nou, nou was de profeet natuurlijk een aantal jaren geleden. een, een, een behoorlijk... Uh, nou ja, een onderwerp met, met alle gevoeligheden van die. Inmiddels is dat niet meer het enige gevoelige onderwerp. <laughs> dat zien we eigenlijk op heel veel dossiers dat het, dat het moeilijk is geworden. Hoe, hoe, hoe ervaar je dat zelf? Ja, het ligt heel erg aan over welke arena, arena je het eigenlijk hebt. Want in het, in het theater zelf, gewoon met het publiek wat komt kijken en wat een kaartje heeft gekocht, ja. heb ik het gevoel dat dat helemaal niet speelt. Dat, dat die wel. Er zijn natuurlijk allerlei gevoeligheden en daar maak je ja. gebruik van. Die, die spanning daar speel je mee. Uh, en, de, ja, en dat is eigenlijk ook, ook de arena waar ik in optreed. Dus in wezen heb ik nergens last van, en heb ik alleen maar wel uh, plezier van uh, dat bepaalde onderwerpen ge, uh, gevoeliger zijn. Betekent dat dan ook uh, dat, dat jullie, um, of jij en jouw publiek ook al een soort van um, tribe zijn geworden, zoals ze dat tegenwoordig noemen? Dat denk ik niet. Ik, ik weet nooit precies wat er in mijn zaal zit. Ik heb het idee dat dat behoorlijk gemelleerd is en dat het allerlei soorten mensen zijn. Dat is ook niet helemaal waar. Het zijn wel allemaal mensen die naar het theater gaan. Dat is natuurlijk al een bepaalde nou ja. uh, uh, categorie. Maar in leeftijd zijn het wel ja, 30ers, 40ers, 50 60ers. 60 uh, dus ik, ik weet niet, ja, het zijn wel tuurlijk mensen die 30 euro betalen voor een kaartje voor mij. Zijn natuurlijk wel mensen die, die, wel, uh, die houden van wat ik doe. Dus een ja, tribe vind ik een veel, veel te coherente. Uh, ja. Aanduiding, maar het is natuurlijk wel een specifieke nee, omdat, groep. Omdat je gewoon wel, wel aangeeft, nou van, ik, ik, ik speel er hoogheid mee, maar het is, ik, het is niet zo dat ik dat ik uh, me, daard, me daardoor zelf, mezelf censureer. Nee. nee. Nee, maar ik ben wel iemand die zich volgens mij vrij goed informeert en, en breed oriënteert over uh, wat er gaande is. En. Uh, uh, Daardoor ben ik me denk ik wel enigszins bewust van, uh, van het betamelijke, het onbetamelijke, het gevoelige. En uh, ja, de, de kunst is natuurlijk ook om daar het lijntje te spannen en daar als een soort koorddansen overheen te lopen. Ja. Dat, is, dat, is, dat is de lol. En ik heb, ik heb in, in de zaal zelf bijna nooit meegemaakt dat, dat ik daar niet mag komen. Je merkt alleen wel, en dat is volgens mij een heel ander perspectief weer, dat, dat hoe daar vervolgens over geschreven wordt, ja. Ja, dat, dat dat heel anders is dan tien of twintig jaar uh, geleden. In welke zin? Um, die, nou ja, dat daar. Ja, wat, op, wat natuurlijk, met, dat geldt voor alles. Je kan op een hele welwillende en je kan op een onwelwillende manier naar iets mm. kijken. Mm -hmm. En bijvoorbeeld mijn vorige show, situatie gewijzigd. Uh, ja, daar wordt dan toch door mensen die daarover schrijven, ja, hoewel dat ook wisselt hoor, maar soms voel je wel in recensies ook de onwelwillendheid bij mijn huidige programma ook. Ik speel nou een programma onbekend terrein. Ja. ja. De reacties daarop in de zaal zijn, zijn mensen heel enthousiast. Hoe daarover geschreven wordt, is extreem wisselend. Dus je, ik krijg vijf sterren recensies en twee sterren recensies. En dat is wel heel opmerkelijk. En, dan, en, hoe, en, hoe, en hoe verklaar je dat? Door die, door die onwelwillendheid. Waar, maar dat is waar, wel de polarisering daar, die daaronder ligt. Dan? Dat, dat men nou ja, daar ja, ideologisch soort, luistert. Ja, 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 dat is het. Dat er ideologisch geluisterd wordt. En, en, uh, en dat ik. Kijk, ik zie het als mijn taak. om als cabaretier. Uh, uh, zeg maar, dat, zeg maar, het, het dominante verhaal, ook om daarin te prikken en om daar mee te spelen en om daar lol mee te maken en om daar uh, te pesten en te plagen. Ik zie dat als mijn taak. Maar er zijn ook, er zijn ook mensen die vinden dat, dat, daar helemaal van dat je daar helemaal van moet afblijven. En ja, dat, dat, <coughs> dat is natuurlijk wel enigszins <coughs> verontrustend. Ja, Je zegt, ik zie het als mijn, mijn taak. Ik gaf net het voorbeeld van die, van die show rond de profeten. Hmm. Wat, wat, wat gebeurt er dan op zo'n moment? Dus wat, wat, wat doe je eigenlijk op het moment dat je, dat je iets in zo'n perspectief, in jouw perspectief plaatst? Wat, wat, wat beoog je daar iets mee? Ja, je zegt, het is een taak. Ja, het is natuurlijk een. een je, je probeert een. Een structuur, het is natuurlijk een structuur om vervolgens uh, zogenaamd hardopdenkend uh, op allerlei gebieden te komen en allerlei invalshoeken te, te gebruiken om, om het daar dan toch op een of andere manier over te hebben. Dat, 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 is, dat is wat je doet. Ik heb natuurlijk ook op geen enkele manier de, de waarheid in pacht. Dat pretendeer ik ook niet. Maar ik vind het wel leuk om die. Terreinen te verkennen. Nou, is dat voorbeeld wel heel specifiek natuurlijk. Maar in mijn in het programma daarvoor ging het eigenlijk over slachtofferschap. Ja. En over. Uh... Nou ja, dat bedoel, daar staan de kranten nu vol mee. Hè? Ja. ja. Dus je hebt dat vroeg opgepakt. Ja. Misschien een beetje voor sommige mensen te vroeg. Ja. En dan is het leuk, weet je wel. Van oké, okay, dat slachtofferschap, wat nou als ik het omdraai? En wat nou als ik. Daar de witte man neerzet, die zichzelf als slachtoffer ziet van die cultuur. Ja. En wat is zijn monoloog? Wat gaat hij vertellen? Nou ja, dat vind ik een grappig en origineel uh, perspectief. En ook dat werd toen soms uh, uh, bestraft. Of, of daar werd soms ook heel onwillend naar gekeken. Toch? Ik dat zelf nog wel heel erg geinig vind eigenlijk. Ja, dan nou zeg, nou zeg je geinig, hè? En je, je, zegt, je ziet als je taak. Ja, heb je ook een, zeg maar, een reflectie wat, wat, het, um, wat het cultureel betekent? Wat, 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 wat voor zin het heeft, wat je doet? En niet alleen wat jij doet. Maar... Ja, nou ja, ik geloof... Ja, klink, klinkt ja, meteen, uh, ik val met de deur in huis, maar... Nee, helemaal niet. Nee, ja. Nee, ja, ik, ik geloof <laughs> heel erg in het belang van, van verhalen en van kunst en... En van humor. Ik, ik geloof dat dat allemaal manieren zijn om... Uh... Ja, iedereen zit natuurlijk in zijn, in zijn eigen gedachtenwereld en in zijn eigen bubbel. En verhalen zijn natuurlijk bij uitstek manieren om mensen in aanraking te brengen met, met andere gedachtes en met andere ideeën. En om te ontsnappen aan jouw puur persoonlijke visie en perspectief. Dus ja, ik geloof, de, de, daar geloof ik heel erg in. Maar, heeft maar dat dus... kan in romans, dat kan in cabaret, dat kan met muziek, dat, dat kan met een cartoon. Maar dan heeft het toch wel iets te maken met, met, met geestverruiming. Zeker, dat is het goede woord, ja. Ja, je hebt in de filosofie heb je een, een naam voor uh, een redeneertrand. Um, uh, waarin je eigenlijk één principe helemaal doortrekt tot in het extreme. Mm -hmm. En um, dat noemen we ook wel een soort reductio ad absurdum. En je kent hem waarschijnlijk ook wel, die, die, die uitdrukking. De reductio ad absurdum. Nee, ik ken hem niet. Nee? Nee. Nou, de reductio ad absurdum. En um, ik moet zeggen, ik, ik heb vaak ook bij jou, maar uh, ik ben niet de enige. Nee, maar ook, je ziet heel vaak een soort uh, precies wat je zegt een, 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 bijvoorbeeld het slachtofferschap. Maar op een bepaalde manier had het uh, ook. ook nou, shows waarin je over de man-vrouw verhouding hebt. Of over jouw per, hele persoonlijke uh, leven. Maar dat, de, dat je regelmatig die reductio ad absurdum doet. Dus ja. dus zover ja. doordrijven. Ja. Dat het principe in zijn absurditeit uh, tevoorschijn ja. komt. Je die, ja, dat herken uh, ik wel. Tuurlijk. Ja, en ik denk, ik denk ook vaak. Maar dat is. Het is ook grappig dat dat publiek op een hele intuïtieve manier naar, naar een voorstelling kijkt. Die hoeven dat niet te beoordelen. Die hoeven daar niks nou. over te schrijven. Die zitten gewoon te kijken. En ik denk bijvoorbeeld ook een, een grap die, waarbij ik mijn vrouw belachelijk maak. Ja. Zoals ik het zie, zet ik mezelf daarmee voor lul. Ik ben een soort sukkel ja, uh, ja. die. Ik speel dan iemand uh. die. Die zo'n grap maakt. En ik, en ik vind dat dan niet vrouwen. Ik vind iemand. een man die een vrouwenvriendelijke grap maakt. Dat is, in wezen is dat een man-onvriendelijke grap. Z, snap je wat ik bedoel? Nou, maar het is dubbel, denk ik. Ja, het is het natuurlijk. Is het is ook dubbel. Ja, het is. Het alle... is dubbel, want je, je benoemt ook dingen die iedereen herkent. Ja bijvoorbeeld bij die vrouw onvriendelijke ja, ja. he, over het, uh, vrouwen en praten over ja, de, de irritaties ja, die, ja, die, je, die je hebt ja. over de, uh, en de maar dat is, dat is helemaal waar en dat is denk ik ook een andere dat is, dat is nog een functie van humor is natuurlijk ook er is ook een ventielfunctie er je is dat ook zeggen er zit tuurlijk, ook iets van dat, he, ja tuurlijk zit dat er ook in het is, het is ook uh, uh, tuurlijk zit dat er ook in he, het is ook dat dat de Volgens mij is dat in de essentie van, of de, 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 de belangrijkste. Uh, het is niet de taak, want dan is het van tevoren opgelegd. Maar de, de, wat belangrijk is bij humor, is dat de wereld nou eenmaal anders is dan jij zou willen. En dat roept een bepaalde uh, uh, spanning op. En die spanning die kan, die kan er op allerlei manieren uit. Dat kan agressie worden, dat kan, uh, dat kan imploderen, dat kan depressie worden. Ja. Maar het ja. kan ook humor zijn. Het kan ook, je kan er ook om lachen dat het anders is dan je zou willen. Dat het niet helemaal, dat het niet helemaal past. En daarom, ja, dat is ook heel belangrijk aan, aan humor, is dat het die functie heeft. En als je dat, als je die bereidheid niet meer hebt, of als je dat niet wil, of als je daar niet mee wil, of als je dat niet kan, dat kan ook onvermogen zijn. Ja, dan heb je wel een heel zwaar leven. Ja. Ja, dat is natuurlijk grappig, we hebben dat woord in het Nederlands geestig. Mm. En um, ik, ik, voor, de, uh, voor de opname noemde ik het al even, omdat het um, is ook wel hoe ik gaandeweg ik zelf ook naar uh, theater, maar zeker ook naar de cabaretiers ben uh, gaan kijken. Uh, Hegel neemt ergens in zijn Fenomenologie uh, des Geistes, neemt hij, um, ik weet niet of je het boek kent, um, de neef van Rameau. Nee. nee. Nou, dat zou je anders een keer moeten, uh, moeten, moeten lezen. De neef van Ramon. En uh, dat is echt een um, bijna een soort handstewachtige, uh, agressieve uh, man. Die, die eigenlijk de hele uh, sociale, beschaafde Franse uh, elite, uh, maar ook degene die daartegen protesteren, op de hak neemt. Ja. Dus alles wordt. wordt ja. uh, en dat doet hij in een soort manisch razende uh, manier. Daarom noem ik ook weer Hans Theo. Ja. Um, <tie> en, en Hegel noemt hem de gestalte van het, uh, het vers verscheurde zelfbewustzijn. Zo, zo noemt hij het. Omdat hij in een bepaalde manier uh, daarmee ook uh, als het ware, al die posities die je kunt innemen... Uh, allemaal fileert. Allemaal, ja. Alles wordt gefileerd. Ja. Hè? En, uh, uh, en dat is, dat is geestig in de zin van het is een soort werkzaamheid van de geest. Die dus tegelijkertijd, als het ware, ja, in dit geval uh, is, het, is het ook wel heel pijnlijk. Maar het creëert ook een soort van ruimte. Het creëert ook een soort van. Ja, zeker, uh, ja. Van, uh, maar ik heb, ik heb ook bij jou wel regelmatig het gevoel van, het is, die geestigheid is, is ook. ook uh, er zit ook echt een soort woede in. Er zit echt een soort woede in. Ja, ja. Uh, maar, maar door hem de, in deze vorm te gieten... Uh, sublimerium je of zo. Of, ja. Of... ja, dat is wat sport ook kan zijn, toch? Dat is ook een sublimatie van agressie, van stammenstrijd. We hebben net het WK achter de rug. Dat is ook een, en, en humor is dat ook, zeer zeker, ja. Maar, maar als je nou kijkt naar zeg maar, de generatie Toon Hermansen... Ja... En je plaatst jullie daar uh, daarna. Ik zeg jullie. Ja, ja. Hè? Mijn ik, generatie. Ik gaf even jouw ja. ja, generatie. Uh, ik had het even over Theo, maar, uh, maar, ik denk dat jullie toch twee representanten zijn van een. een nou ja, je hebt natuurlijk weer de jongere lichting. Zeker. En, ja. Maar bij jullie zit ook wel dat dat, dat getergde er ook in. Hè? Ja. Bij jou ook. Ja. Ja dat, ja, dat ontken ik niet. Nee. Wat, <laughs> ja. wat is dat, dat getergde? Wat is die boosheid? Ja, dat is wat ik net, denk ik, wat ik net zei ook. Dat het, 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 de, de frustratie van hoe het is... en hoe je zou willen dat het is... dat is, denk ik, die boosheid. Oké. Okay. Denk ik. Ja, het is altijd moeilijk om jezelf te analyseren... maar dat vind ik dan het meest handige antwoord. Ja, ja. Had je, had je dat van meten van... Maar to, toch toch iets van. Uh, want ik denk dat je een beetje dezelfde generatie bent als ik. hè de, de, ja, wij zijn de, even oud. Eind... Ja, ja. dat had je al opgezocht. Nee, jij bent uit 67, ja. toch? Ja, ik ben me aan het voorbereiden op mijn ja. podcast ja, ja. met jou. dus. dus uh, ja. Wij zijn dezelfde generatie. Ja. Dus dat was de, was de New Wave, hè? was dat? Ja. Ja, Is dat the, cure the, the Cure en The Cure. Yeah. Ja, Joy ja. Division. Ja. Nee, dus ik herken het wel, zeg maar. Dus die. die uh, dus, dus, dus jij bent zeg maar, grappen gemaakt en, uh, en, en, en erover na denken vanuit een, 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 een humoristisch perspectief. Dialectisch, alles. Uh. Ja, maar de volgorde is mij zelf ook. Mm. De, daarom vind ik het best wel moeilijk om daarover te praten. Niet omdat ik niet. Ik, kan, ik heb niks te verbergen, maar ik weet ook niet precies hoe dat werkt. Ik zat op de lagere school en toen kregen wij een psychologische test. En toen was ik volgens mij acht of negen. Aha. En ik heb die nog ergens liggen en daar staat echt van Theo weet alles naar het humoristische te relativeren. Dus het zit ook heel erg in ja, neem hoe daarom. ik ben en, en, ja. en hoe ik denk. En ik vind de, de, de humor zelf, vind ik, um, is, is voor mij ook altijd, um, ik weet niet, ik ga er altijd naar op zoek of dat, 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 dat is wat ik zoek. En ik weet niet waar dat dan. Ik weet zelf niet precies waar dat uit voortkomt. Of, wat, hè, of daar, kort, Er is een onvrede en dan is er humor. En daar maak je dan humor van. Ik weet het niet. Misschien was, was er al humor en net zo goed kan het ook andersom redeneren. Dus ik vind dat wel heel moeilijk om, om dat te analyseren van ja. wat nee, maar, de volgorde ja. der dingen is. Ja, dus dan gaat het over die verhouding uh, uh, boosheid of, of uh, ongenoegen uh, versus uh, uh, nou ja, de, de humor. Uh, en, maar daarom noemde ik even Stone Hermans, hè, die ik, ja. ik af en toe ook echt hilarisch vind. Ik ook, ja. Even voor de... ja. Echt, uh, maar, maar het is echt wel iets anders wat hij doet. Ja. ja. En, dat, is en... denk ik, dat is echt puur mensen even fijn laten voelen. Het is misschien wat escapistischer. En, en het is bij jou, bij, bij jou bij... Maar misschien is het bij hem ook wel, als ik er nu over nadenk, kan dat ook zeker wel, maar dat ligt aan wat je tegenover je hebt, maar kan hij ook wel geestverruimend zijn? Ja, nee, absoluut. Ja. Nee, absoluut. Ja. Maar op een andere manier. Ja, op een hele andere manier. Ik, ik had, um, vorige week heb ik uh, mijn collega Joep van het Hek geïnterviewd voor mijn ah. podcast en die zei, en zij, en hij zegt eigenlijk van ja, ik wil eigenlijk mensen vooral erop wijzen dat ze niet zo moeten zeiken. En... Hij is wat dat betreft ook een kind van Toon Hermans. Ja, hij, is, hij is wakker gekust door Toon Hermans. En okay. Toon, die liet natuurlijk ook zien hoe mooi de wereld was. En je moet erop letten. En de zon en dat. En de, de lammetjes in de wei. Ja. En Joeps antwoord daarop is van... Mensen die daar niet op letten. Hij wordt kwaad op de mensen die dat niet zien. Wat Toon ja. zei. En zit niet zo te zeiken. En zo ben ik weer... Daar, weer, ik niet, nou ja, daar kom, kom ik weer achteraan. En Hans en... Uh, ja, Freek was nou natuurlijk een heel duidelijk ideologische agenda. Ja, ja had ja. Ja, die, die is ook wel wijzer geworden in die ja. Ja. zin. Ja. Uh, die, die onderkent nu ook, of al heel lang, dat hij het ook niet weet. Ja, ja wat, wat, ik, wat ik een gezonde precies. state of mind vind. Ja, ja want dat is. Uh, kijk, wat, wat, wat bij Hermans wel gebeurt. Want ik. Neem nou bijvoorbeeld die bekende sketch... van dat Sinterklaas. Ja. Weet je? Dus, uh, ik heb hem een tijdje terug nog eens gezien... en ik, ik moest echt enorm lachen. En dat is natuurlijk al, alles met de mimiek. Maar op een bepaalde manier wordt dat, wordt dat feest... natuurlijk ook in zijn... Uh, ja, oh, Het wordt ontheiligd ja, eigenlijk. Het wordt ontheiligd, ja, ontheiligd. Maar op een bepaalde manier ook, ook in zijn... Ja, laten we zeggen, het, het onvermogen van mensen. Weet je? Ja. De ja. menselijke... Uh, ja, de, het, het, wat dan zo grappig wordt. wanneer iemand daar eigenlijk uh, op zo'n manier op reflecteert. dat je denkt. Ja, zo'n feest wat dan totaal niet uit de verf. Het is bijna ja. een variant van. Uh, wat, wat Reven doet. Uh, wanneer hij zijn ouders beschrijft in de avond. Ja. of zo, weet je wel. Ja. Maar bij Reven is het dan nog heel hard. En, ja. en bij Herman zit het dan toch een soort van. ook een soort van mededogen in. Omdat, over de mens of zoiets. Ze, ja, ik ze, rond, ze, hij, hij, ja, ik zit na, na te denken over die sketch, waarom die zo goed is en waarom die zo grappig is. Het is toch ook de verontwaardiging eigenlijk, hè. er zit ook een ja, enorme dat, verontwaardiging dat, dat, in hem. Ja. Alsof hij het op dat moment ontdekt, hè, wat hij dacht hoe het was ja, en hoe ja. het blijkt te zijn. Ja. En, de, en, en dat geeft hij een. Die teleurstelling Ja, dat geeft hij, ja, dat 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 hij meestal dat dat. vorm. En dat is, ja, volgens mij wat een goede komiek wel altijd doet, is dat je, dat je uh, die, uh, die illusie eigenlijk van hoe je denkt dat het is, dat dat, dat niet klopt. Dat, het, dat ja. het anders is dan dat. Dat, ja. het, dat, het, een, dat het een illusie is. Ja. En dat vind ik mooi. Ja, dat is misschien wel een deel, een deel van de functie ook. Dat je... Um... Ik moet ook denken dat, uh, uh, bij, bij de Grieken had je na de tragedie kwam de, uh, stevast, kwam de komedie. Hè. Dus, uh, ja, we hadden een paar op dezelfde avond. Op dezelfde, ja, of dat werd eigenlijk in de, in de avond ja. uh, gespeeld. En dat was ook omdat je het niet kon maken mensen, zeg maar, na uh, zo'n heftige tragedie, ja. om, om met, dat, met dat gevoel naar huis te sturen. Maar het had ook een... Eh, sowieso, die, die, die tragedie werd natuurlijk al gezien als een soort loutering. Dat je helemaal meeging met het verdriet. Ook met alle geluiden van dien. Dus het was een... Je zat niet stil in de, in de zaal. Maar het was meer als een, bijna als een voetbalwedstrijd, yeah. van Het publiek deed yeah. mee. En, het, uh, en zoals dat eigenlijk meer bij, bij, de, bij de cabaretier ook is. Hè? Dat, er zit meer participatie in de zaal dan yeah. in het gewone toneelstuk. Yeah. Het is, het is het is opener in dat in ja, Het dat is veel meer, dialoog, ja, veel meer een waarbij dialoog waarbij de ander alleen zijn mond houdt... maar wel ja. lacht ja. of, 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 ah, of reageert. Absoluut, ja. Maar we hebben meer dat verstijfde in onze theaters ten opzichte van... Daarom dat, lijkt het daar. mij doodeng om toneel te spelen. Omdat je eigenlijk geen idee hebt wat het publiek ervan vindt. Ja. Nee, mensen zitten braaf hun mond te houden. Ja. En nou ja, als je goed luistert hoor je denk ik ook wel de mate van concentratie. Maar uh, dat is toch anders? Ik vind het heel prettig als mensen elke minuut zo'n zaal op gang komt. Ja, dat je hoort wat ze ervan vinden. En dat er o's zijn en aas. En, en lachen vanuit de buik. En, en individuele gniffels. En dat is, dat is een heel mooi uh, ja, dat is natuurlijk een geluid waar ik heel erg van hou. Ja, en ja. Ja, dus die, die, die komedie die had dat dan ook. Hè? Dus die. die... Uh, en, en daar kwam je eigenlijk ook, ook, je zou kunnen zeggen, uh, ja, de wereld kwam ook in zijn, um, ja, bijna in zijn, uh, in, in zijn ijdelheid, in de zin van alles is ijdel. Hè, dus, dus, dus je moet niet de, 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 de verhoudingen waarin je staat verabsoluteren. Hè, dus mm -hmm. al, alles, en dat zit natuurlijk bij, bij Hermans ook. van het is een soort alles krijgt een soort spel karakter, mm -hmm. alsof het leven zelf een soort toch een spel is en misschien is dat ook. Ik moet een beetje denken aan wat, wat uh, we hadden een vorige week een conferentie over uh, huising als Homo Ludens, mm -hmm. weet je wel? Dus de, de, spelende, de mens. spelende mens en, en uh, <coughs> omdat je daar ook ziet dat spel en ernst eigenlijk worden aanvankelijk geopponeerd, maar uiteindelijk gaat het boek naar een positie waarin hij die Samen neemt. Dus dat het leven te ernstig nemen is ook yeah. een manier van. En, het, en dat is misschien ook wel wat, wat jullie doen. Uh, dat het, 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 de relativering van alle uh, posities, zodat, die, dat, zodat de mens eigenlijk ook in zijn. Ja, ook op ook een bepaalde manier in zijn kwetsbaarheid of in, in zijn. Uh, uh, het is ja, iets van lucht creëren in welke positie dan ook of zo ja ik herken dat heel erg we, we, we hadden het even over dat jij vroeger knutselde en ja. dingetjes in elkaar zette en dat is ook ja. leuk als je met kunstenaars praat die zijn er eigenlijk nooit mee opgehouden Hè, die zijn gewoon blijven tekenen ik heb ook getekend als kind en daarna nooit meer en kunstenaars die zijn gewoon door blijven freubelen en knutselen en op een gegeven moment word je daar toch heel goed in en ik denk dat humor daar ook, zo voelt het bij mij, dat ik ook in die zin eigenlijk ook nooit volwassen ben geworden. En misschien mijn collega's ook niet. Dat je het nooit helemaal serieus hebt kunnen nemen. Ja, precies. Dat wat je als kind ook niet doet. En dan meer omdat je het nog niet snapt. En als je volwassen wordt, omdat je het niet wil, je wil het niet. Of dat het, het zou absurd zijn ook om het wel serieus te nemen, allemaal. En, en dat je ook. Um, uh, ja, ja maar steeds dus je... weer, wisselt van perspectief of van blik of van, van, van... En, en dat soms dingen verstarren... Hè, als iets zichzelf heel erg serieus neemt. Ja, ja dat zien en... we nu natuurlijk volop. Ja. Ik, bedoel, uh, ik, ik als ik het vergelijk met, met pak een beetje jaren tachtig of negentig, is er nu gewoon weinig humor, ook in de publieke ruimte. Het is allemaal delicaat geworden. Mm -hmm. ja, het is heel delicaat, ja. De juiste woorden. Ja, of, ja, precies, welke woorden wel en niet. En, en uh, het, het wel eens die, die, die humor, die laat ergens het speelse ook zien van, van iedere positie. Ja. Ja, en het is ook, ja, het is ook glijmiddel. het is, het is ook ja. een manier om. En, maar er is ook een beetje vertrouwen, dat is ook grappig, want er is ook een beetje vertrouwen voor nodig. Als er wantrouwen is, dan. En jij maakt een opmerking over mijn kleding of zo van, ja. van wat hoezo heb je dat jackie aan? Probeer er nog uit te zien als 35 of weet ik veel wat. En ik <laughs> ja, wantrouw jou. Ja. Dan denk ik wat is, wat is ja. dat nou voor opmerking? Waarom respecteer jij mij niet of mijn kledingkeuze? Terwijl als je dat zegt en ik zeg daarna iets over jou net iets, te, weet ik veel wat. Dan, dan is het spel, dan is het leuk. Dus er is ook een soort dat maakt het heel ingewikkeld als je er heel serieus naar gaat kijken en heel Veroordelend en wantrouwend, dan wordt alles uh, uh, vervelend. Nou, en, maar, en, ja, dat vind ik wel dus een hele mooie gedachte eigenlijk. Want dat is, dit, dit, het, het vergt eigenlijk twee dingen. Hè? Dus het is um, ik, wantrouwen geeft ook al aan dat je jezelf niet veilig voelt. Hmm. Hè? Dus dat hoor je ja. tegenwoordig ook. Ja. Dus iedereen voelt zich onveilig. En safe spaces. En, nou ja, bedoel, je merkt het op de universiteit al soms, hè, bij studenten. Of, ja, euh, ik heb er persoonlijk niet heel veel last van, maar toch ook, het is me ook wel zo overkomen. Hè, dat dat <coughs> mensen me dan na het aanspreken, dat ze dat heel, heel nare opmerking vonden. En, en, nou, ja, wat dat, heb je dan gezegd? Is, wat, wat? Nou ja. dat, ik, ik, laat, laat ik het niet uh, met me hierover okay. uitweiden. Uh, maar dit geeft misschien al aan dat, uh, <laughs> hoe gevoelig hoe, het is. En maar, uh, uh, dus het, het, het vergt eigenlijk uh, van degene die luistert of het bijwoont, een soort van zelfvertrouwen. Een minimum zelfvertrouwen. Maar ook uh, uh, eigenlijk het, het vertrouwen in die ander dat hij te goede trouw is. Mm -hmm. Weet je? Dus ja. Dat die... nou, dat, en dat zijn natuurlijk de mensen, want daar begon je over: de mensen, waarvan we waar ons afvroegen of het een tribe is, de mensen die een kaartje voor mij kopen. Die zijn natuurlijk, die vertrouwen wel een beetje op mij. Die zijn ja. in wezen al te goede trouw. Daarom is die arena zo belangrijk. Ja. Hoewel ik het me ook, ik vind het ook heel leuk om bij de bakker en de slager ook geintjes te maken. In de dus het altijd gewoon. Ja, dan kan ik het ook niet laten, ja. Ja. Ja, maar dat is wel kloten. Dat is wel een heel belangrijk ding, dat, dat vertrouwen. Ik zou het heel fijn vinden om dat... Um, dat dat weer enigszins hersteld zou worden met de medemens. En dat je. Een vriend van mij, dat vond ik zo'n goede opmerking. Ik ben ook nogal. Uh, bij, ik kan nogal bij de hand zijn. Mm -hmm. En die vriend van mij, die zei. Of die vergelijk het met tennis. Hij zei: Als ik iets verkeerd zeg, Aha. dan ga je er meteen heel hard op in. Terwijl je kan mij ook een tweede service gunnen. Weet je wel. Je kan ook. Maar dat uh, ging over jou. Het ging over mij. Ja, dat, ja, ja. Dat, ik, dat ik te pittig was. En. Nou ja, dat, dat, dat zou ook fijn zijn, als je, als je er een beetje... Ja, ja, dat er iets meer vertrouwen is. Ja. Uh, even terug naar die, uh, naar die zaal, hè. Dat, ja. dat vind ik ook wel een mooi uh, fenomeen. En ik, ik herken het voor een deel ook natuurlijk als, als, uh, als ik een lezing geef... of als, uh, zelfs bij colleges, hè. Er moet, er moet toch iets gaan ontstaan met, ja. een, met, een, uh, met, met, een, met een groep. En dat is voor een deel ook... Uh, ...moet je dat gegund worden. Hè? Dus als ja. dat, hè, het is soms uh, dan kost het meer energie. Ja, het uh, is ook niet helemaal voorspelbaar wat, wat nee. er met een groep gebeurt. Nee. Uh, eh, ik, ik pleeg hier wel eens uh, in dit verband uh, Oswald Spengler in te brengen, die, die dan heeft het, heeft het over kosmisch takt. En, uh, kosmisch, omdat het, het hangt ergens in de lucht. Weet je wel? het mm -hmm. is een soort. Uh, ...en dan is het er. Uh, en ik ben ook jaren muzikant geweest... ...en dan had je met een band ook van... ...wow, weet je wel, nu is... ...en dan voelde je me ook bij een optreden van... ...nu is het er, ja. weet je wel. Ja. Nou, dat zul jij ongetwijfeld ook hebben... Zeker. avonden. Ja. Van, dat het, het, het er is. Uh, hoe, hoe, hoe is dat voor jou, zeg maar... Uh, als, je, als, je, ...als je opkomt? Want zeker bij, laten we zeggen... Uh, een nieuwe show, denk ik, of uh, heel spannend, uh, maar misschien ook plaatsen uh, die, die je weet van. Oh, hmm, nu sta ik hier of nu sta ik daar. Ja, dat, wat, 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 hoe werkt dat? Dat is precies volgens mij het gedeelte wat je eraan kan doen. Uh, waar je invloed op hebt, is dat volgens mij, ik vind het heel belangrijk en dat lukt me ook altijd wel, zonder veel moeite, is dat ik er heel veel, zelf in ieder geval heel veel zin in heb. Ja, 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 ja. soort van aanste aanstekelijkheid. Ja, dus ja. ik speel bijvoorbeeld ook maar drie keer in de week zodat ik er altijd zin in heb. Ik merk, als ik heel vaak ga vijf keer in de week speel, dan wordt het ook een beetje werk. Als ik drie keer in de week speel, heb ik zin om mijn, mijn ja. technici te zien, om het publiek te zien, om die woorden uit te spreken. Ja. Dus daar zit al een soort lust, een soort uh, spel, spelplezier uh, zit er ja. al. En volgens mij kun je daarmee die kosmische energie wel beïnvloeden. Ja. Dat zijn trillingen die, die zich verplaatsen. En uh, en sowieso je, je, je stinkende best doen. Maar dat is daarvoor. Je moet iets ja. moois maken. En er moet ook een grote. Dat is zo grappig dat als je een acteur regisseert. Is dat. Bijvoorbeeld, ja, is, bijvoorbeeld een hele slechte regieaanwijzing. Is, um, <coughs> je moet wat sneller praten. Dat is een hele slechte regieaanwijzing. Omdat dat alleen maar vorm is. En als je, ja, jij, jij speelt natuurlijk. Je doet natuurlijk van als, alles. En hè, als je betreft. tegen iemand ja. zegt. Je vindt het echt heel belangrijk dat die ander dat hoort... en, en het zit je ja. heel hoog... en, nu, en ja, 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 gaat ja, ja, iemand ja, ja. vanuit die urgentie... sneller, sneller praten. Um, nou weet ik alleen niet wat ik nou aan het uitleggen was. Nee, dat maar, ging over zo'n avond. Dat, dat, hè, dat, dat, ja, dus die urgentie... dat je het belangrijk vindt om het te vertellen... en dat je het leuk vindt om te vertellen... dat het niet een of ander lulpraatje is... omdat je geld wil verdienen... of omdat je de mensen wil pleasen... Maar omdat je het echt zelf graag wil vertellen. Dat, dat is wat je kan doen volgens mij daarin. Maar dat is dus ook wel meteen toch ook dat zelfvertrouwen. Ja, dus, dat is heel belangrijk, ja. Is het is toch laten gaan van wat er... Uh... Mensen kunnen zich ontspannen op het moment dat ze denken hij weet wat hij doet. Ja. Dat ja. zie je, ik speel ook veel in Toon en een comedy Club, en dan heb je ook beginnelingen en zo... die soms hartstikke goed materiaal hebben, maar daar onzeker over zijn en het op... 80% doen en dan blijft er eigenlijk niks van over. Ja. Dus die overtuiging is, is, is heel belangrijk. En je moet heel veel twijfelen van tevoren. zoveel mogelijk, zoveel mogelijk als je je zelfvertrouwen toestaat, zoveel mogelijk twijfelen. En op het moment dat je het gaat doen, moet je het doen. Do or do not. Dus ja, dan moet je het doen. Ja. Ja. Ja, dat is dus, maar je neemt ze, dus je bent echt de gids eigenlijk op dat moment. Je neemt ze een soort mee op reis. Ja, het ja. komt op jou neer. En dat is grappig, want soms heb ik, dat doe ik dan, heel soms heb je zo'n avond en dan, dan lukt het niet. Ja, ja. En dan, dan heb je eigenlijk zo, ik noem het reanimatiepubliek. Dus dan moet je steeds weer, net als met mond-op-mond -mond beademing... moet je steeds weer een grap inblazen en dan halen ze even adem... maar dan houden ze weer op met adem en dan moet je weer een nieuw stukje erin blazen. En je wil eigenlijk dat dat zelf helemaal gaat leven en gaat, gaat bewegen. En dat je dan, ja, dan ga je... Dan, dat, dan krijg je dat kosmische, ja. dat het gewoon één, ja. één sfeer wordt. Ja. Die, ja. Uh, ja. Wat, wat, wat doe je in zo'n geval? Dus je zegt, ga je gewoon harder werken. Ja, maar je moet ook werken. niet te hard werken. Je nee. moet ook, niet, te gaan, je moet ook nee. niet gaan pushen. Soms moet je ook een beetje terugnemen. Of soms moet je. Uh, soms is impro een improvisatie goed. Dat je helemaal in het, daardoor in het hier en nu komt. Met z'n allen. Dus ja, er zijn verschillende maar je laat manieren. Het wel, je kan het ook loslaten. Nou, dat is moeilijk. Als je zegt improvisatie. Ja, dus. oh ja, je kan de tekst wel loslaten. Ja. Ja. Maar het fijnste is als je gaat spelen. en eigenlijk. Want meestal moet je zo de eerste tien minuten ben je sowieso de boel aan het aan, aan, zwengelen. Maar het is eigenlijk heel, ik vind dat heel lekker als ik op, moment, op het eind van mijn programma zit van... oh shit, hier ben ik al. Dat je zelf ook een beetje verdwijnt en on, onderdeel wordt van dat, uh, dat van geheel. Van die beweging. Ja. Dat, dat je niet meer... Uh, als ja. Een, nou ja, dat is precies natuurlijk ook. Dat is net als een dans eigenlijk. Of net als als je speelt, dat het, het er is. Dan gaat het ook op een bepaalde manier. Ja, precies. ...gaat ja. het vanzelf. Ja. Dat is... Uh, ...die... die um, uh, maar sowieso ja. vind ik dat... ...en niet omdat het, het... ...klinkt banaal, maar... ...ik vind ook die vergelijking met seks... ...ook altijd wel interessant... ...met humor en seks. Ik zie daar wel... ...op een of andere manier... ...heel veel overeenkomsten. Ja? Ja. In welke zin? Nou ja, dat het ook een, allebei... ...een ontlading is van spanning... ...bijvoorbeeld waar we het over ja. hadden... Maar ook dat er, ook een soort, er is ook een soort overgave nodig. Als je dat gaat zitten bekijken, ja. van wat er nou eigenlijk gebeurt. Ja, dat je wel bij mee bezig. En je gaat het met, <laughs> is... ja, over een slijmvliezen. Ja. En als er, als er ja. argwaan is, dat is ja. ook lastig. En soms is dat ook alle reden toe. Hè? Ik bedoel, ja. soms is er <laughs> alle reden tot argwaan. Maar er is een soort overgave Absoluut. nodig ja. voordat het echt leuk kan worden. Ja, ja dat is grappig. Ja, ik krijg nou ook weer natuurlijk allerlei associaties. Nee, omdat... Um... Kies in welke dingen je wel en niet hard op uitspreekt, Daad. Ja, ja, nee, zeker. Nee, nee ja. maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen. Ja, geen zorgen. ja. <laughs> ja nee, wat heb ik nou allemaal gezegd? Ja, Theo, ja, die bedacht... Ja. ja, het ging zo makkelijk. Ja. En voor ja. ik het wist... Uh, was, ja. ik was ik hem aan tongen. <laughs> Live op tv. Ja, ja. Maar ja, die klik was ook goed. Ja, ja nee, maar, nee, ik moet denken aan. Ik had het net over Hermes, over Mercurius, of geestigen. Ja. Ik weet niet of ik het ik over had trouwens, maar um, boodschapper van de Goden. Misschien ja. was het voor onze uitzending. Um, maar die, die Hermes heeft ook dat hele Speelse. Dus die, die, ook de grap, ook de list, ook het bedrog. Mensen op verkeerde been zetten. Maar het interessante is: die, die, je had, bij de Grieken had je dus de, de Hermes beeldjes. En die, en, dat, en die waren vallies, dus, ja. dus dat waren een soort waren ja. dat. Dus de, die, die associatie werd gemaakt. Ja. En, en, uh, <coughs> en dat had eigenlijk, um, zo heb ik begrepen... Uh, dat is een interpretatie van James Hillman. Uh, had te maken met dat... Um, uh, ook de, het, 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 uh, de geest als het ware recht naar boven kan gaan, dus valies, dus, fallies, hè? dus energie die recht naar boven gaat. Uh, en die en die als het ware loskomt van alle uh, affectieve bindingen en uh, als het ware opstijgt. Mm -hmm. Um, en dat, dat het eros, dat, er, dat, dat erotische, zo'nzelfde uh, beweging ja. kan, kan ja. hebben. Dus dat je gewoon loskomt. Ja. Dat je, ja. En dat is dus dat, dat eros ook iets heel anders is dan, dan, dan liefde voor je kinderen of voor je, hè, gewoon voor je vrouw. Maar ja. dat daar een soort uh, verticaliteit in zit, om het ja. zo maar te noemen. Ja, maar dat is er ook. Volgens mij is, dat heel dat is het belangrijk ook om jezelf soms te verliezen en, en niet helemaal ja. serieus te nemen. Of niet helemaal geaard te zijn in je overtuiging of in dat wat je denkt. Het is, het is toch leuk om opgetild te worden. Ja. Het risico bestaat natuurlijk ook, maar dat is met alles. Dat, je hebt, ik, bedoel, <laughs> ik zie ook wel mensen die ook een beetje de weg kwijt zijn. Ja. Ik vind het zelf heel prettig. En dat is natuurlijk mij ook gegeven omdat ik kunstenaar ben, een klein kunstenaar. Ik zit een beetje als mijn... Weet je, eigenlijk, ik hoef niet te werken. Op een of andere manier heb ik het voor mekaar nee, gekregen. Ja. Ik, ho ik hoef niet te werken. Mijn hele leven hoef ik niet te werken. Ik heb misschien ook nooit vrij, <laughs> maar ik hoef ook nooit te werken. Nee, je mag spelen. Ik mag spelen. Ja. En, en dat geeft mij wel ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Daarom heb ik ook tijd om rond te kijken, en, en te, ja. te lezen en te dwalen en, en van alles te denken. En vervolgens dat uh, te vertellen aan, aan mensen die. Uh, die misschien wel, wel, wel moeten werken. Uh, maar wat ik wilde zeggen is dat opstijgen is heel gaaf. Maar je, kan ook, je hebt ook wel mensen die... Uh, ik wil ook ja. graag wel een voet aan de grond hebben of zo. Dat vind ja. ik ook niet de hele tijd. Nee, hey, want dat valt natuurlijk ook wel op. Uh, ook, ook in je show, dan, dan speel je daar natuurlijk mee. Hè? Maar je bent uh, getrouwd of in ieder geval je hebt een vriendin. Uh, je hebt één een, een of twee kinderen? Ook nog één of twee vrouwen. <laughs> uh, ik heb twee, twee kinderen. Twee kinderen, twee ja. Kinderen? ja. ja. Nee, dat... Dus dat is, dat is natuurlijk heel, uh, dat is heel concreet. Dat is heel concreet. En dat vind ik ook heel, heel fijn. Uh, ook als, als comedian. Je, je, je hebt, daarom is Nederland ook een te gek land voor, voor komieken. Ja. Amerika is zo'n groot land. Alle komieken die daar toeren, die hebben geen echt leven. Die zitten op vliegvelden. Die slapen in hotels. Ja. En hier heb je allemaal cabaretiers die ook die veel meer lijken op de mensen die in de zaal zitten. Ja. Hè, die ook, net als ik, een vrouw hebben, of kinderen hebben of mannen hebben of wat dan ook, doen. Ja. maar deel uitmaken van het echte leven. En, ja, en, boodschappen en, je, en doen je neemt we. het ook op in je show. Hè? Dus, dus, uh, ja, ja. Ook, ook uh, met, met alle spanning van Ding. Ook, ja, ja. natuurlijk, ja. 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 Nee, je, je gaat dus... niet de goede verhalen vertellen. Of ik bedoel, <laughs> niet de verhalen dat het gezellig ja. is thuis. En ja, uh, dat, je... dat het eigenlijk best wel leuk was, tweede kerstdag bij je schoonouders. Dat is geen verhaal. Nee. Nee, maar dus 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 hoe, hoe, hoe uh, plaats je zeg maar die die uh, ik zeg weer ik heb ook die geaardheid nodig ja op een bepaalde manier en dat 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 is weer meer uh, laten we zeggen die die meer meer artsen, hmm. eh, dus bin, binding en dan dat gekke opstijgen zeg maar wat je hoe, hoe... Nou ja, in, we, in wezen zie ik mezelf ben ik ben ik en de poppenspeler en de pop op het podium en het is een dramatische wet. Als je een scenario's schrijft, dat je je hoofdpersonaal. je moet het hem gewoon zo erg mogelijk maken. Je, je, dus dat is, wat ik, dat, dat is wat je doet. Je moet, je moet die pop zoveel mogelijk in de problemen brengen. Dat is grappig. Ja. He, zo, zowel in, in praktische zin als hij vertelt over, over, uh, over thuis, maar ook als hij hardop gaat denken over over racisme, moet je het hem ja. ook moeilijk maken. He, dus een verhaaltje van, oh ja, wat is het toch erg... en we zijn allemaal gelijk en uh, laten we lief zijn voor elkaar... dat is geen verhaal. Dus ook daarin moet je jezelf ook naar allerlei uithoeken nou, maar drijven. Daar, daarmee speel je ook met, 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 uh, met, met uh, het publiek in de zaal. Natuurlijk. Ja, ja. Want wat wordt die jaar? En met, ook... en met moraliteit en met, met, met... Ja, maar ja, dat is de... Ja, ik zie dat bijna als mijn... Ja, dat ik dat doe. Nou, nou hadden we het net over. Uh, er was nog één gedachte die ik nog had toen jij zei over die uh, seks en humor. Dat wat mij vaak zo opvalt: in die, we hebben nu een hele discussie over transgenders. Ja. Hè, dat is. Uh, nou, hadden we in onze tijd hadden we ook uh, heel wat transgenders, althans uh, types in de, in de popmuziek. Hè? Ja. Um, uh, tot en met David Bowie toe. Die eigenlijk uh, meer, meer met travestie speelde. Uh, laat ik het laat ik maar zo ja. vroeger. Of, of non-binariteit, zoals ze dat nu noemen. En die Lennox, ja, zoveel ja, mensen. Dus, ja, dus dat was een soort... Maar dat was helemaal geen, dat was geen thema verder. Als, als, een, als iets wat, wat... En nu is dat met enorm veel spanning uh, omgeven. Ja. Um, het, het gekke is, het is... Ik, ik, ik heb niet, uh, ook, ook bij uh, wat, wat je daarvan van woke uh, tegenkomt... Ik vind het niet heel erotisch allemaal... Dus het is, wel, het is allemaal heel conceptueel. Ja, ja je bedoelt je? niet individueel erotisch voor jou, maar je bedoelt. Nee, ja, Het, hele, het, hele dus het hoeft debat. voor jou toch ook niet erotisch nee, te nee, zijn? Nee, maar sowieso. Het, het ja. hele, dat had het wel in, ja. die, in die ethisch. Het was heel erotisch. Ja. En, en, en nu, juist omdat het een soort van spel was en het, is, en het, is, het lijkt nu zo ernstig te worden. Dat zo ik... heb ik er nog nooit over nagedacht. En dat vind ik wel een hele interessante gedachte, want dat gun ik iedereen wel heel erg. Nee, maar het... Ik, het is ook meer dat ik nu gaandeweg, ja. nu ik met jou zo. Ik, het valt me zo op. Ik, ik, ja. vind, het, ik vind het geen uitgesproken erotische, nee. terwijl ik dat in de ethisch was dat wel. Nee, het gaat veel meer over identiteit ja. en minder over, over erotiek of sensualiteit en lustbeleving. Ja. En, uh, ja, dat is, ja, zo heb ik er nog nooit over nagedacht, maar dat is, uh, dat, dat is wel zo, ja, denk ik. Ja. ja. Dat is Die... wel jammer. Nou, dat... Voor, dat, voor, dat ik, vind, ik bedoel, voor die, voor die, voor die jongeren zelf, voor die daarmee worstelen of zo. Van, uh, maar dat is... Ja, ja, ja. Nee, maar er zit misschien uh, ook een overeenkomst. Het, is, het is, heeft ook niet heel veel humor in het... De nee. Allebei niet, eigenlijk. Nee, nee. Dat, ja, dat is waar. Ja, soms... Ik vraag me af, is soms... Is humor af en toe een luxeproduct... wat sommige mensen zich niet kunnen permitteren? Als je midden in je pijn zit en midden in je trauma... Ja. Ja. Dat zat is... in de New Wave ook niet zo, hè? Er zat ook weinig humor in, hè? Klopt. In de New Wave. Ja. 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 Dat realiseer ik me. Ja. Ja, kunnen we daar iets aan doen, Ad? Om daar humor... Eh... Nee, maar jij maakte toen al grappig, eindelijk. Ja. Nee, ja, ik zit nog helemaal bij die... in die transgenderhoek en hoe dat... Hoe dat um... Ja, want hoe, hoe ervaar je dat als... Uh... Ga je er iets mee doen, ook? Verder? Ja, ik, natuurlijk. Ik, in, ja. in mijn huidige programma... Speel, ja. ik daar, speel ik daar ook wel mee. Ehm... Um... Ja, het is ook een spannend onderwerp. En ik weet, dat is ook zo raar. Als je optreedt, je weet niet wie er in de zaal zit. Er zitten allerlei soorten mensen ja. in de zaal. En als ik iets niet wil, dan is het... Ja, dus die laatste show heb ik nog niet gezien. Nee, nee, dus, nee. Uh, nee maar dan... als ik iets niet wil... is uh, 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 mensen die al negatief denken over nee. homo's of wat dan ook... Nee. om die munitie te geven... Uh, om hun homohaat of transfobie uh, te, te, te uh, nee, legaliseren ja, dat... of zo. Ja. Maar het is wel een spannend onderwerp onderwerp, omdat het ook wel een beetje een obsessie aan het worden is. Nou, ja, absoluut. Uh, die ik ook raar vind. Los van in, individuen die daarmee worstelen. Dat is voor mij, dat is weer ja. iets heel anders. Nee, nee, precies. Dus ja, daar heb ik het ook over. Ja, dus, dus ja. Maar als je, als je zeg maar naar, naar zo'n fenomeen kijkt hè, en, jij, en jij zegt van ja, ik ga eigenlijk vanzelf ermee spelen. He, dat is, het is, ja. Het is... ja, ik moet daar toch mee spelen, ja. ja. Al, als, ook als witte, heteroseksuele, cisgender man. Ja, en, maar, maar wat, wat gebeurt er dan? Krijg je gewoon vanzelf de associaties? Wat, want in... nou ja, er is weer, ik heb er wat wat eerder van, dat het humor ook is van hoe je zou willen dat het is, en, en hoe het is, en die spanning. En er is natuurlijk ook een spanning tussen hoe een onderwerp, Wordt gepresenteerd en hoe we mm. daarover praten. En hoe ik individueel eigenlijk. Hoe ik het zie. En daar ja. zit ook eigenlijk altijd een spanning tussen. Ik heb ja. een, hè, er is ook nog nooit een politicus geweest. waarvan ik denk. ja, zoals hij het zegt. daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Maar dat geldt natuurlijk ook voor elk onderwerp. Dus ja, daar, daar ga ik dan maar mee, mee spelen. van ja, dit is hoe ik het zie. of hoe ik erover denk. Of, en, en soms is dat niet eens hoe ik erover denk. maar speelt mijn pop ja een positie ja, ja positie ja. ja 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 en tegelijkertijd ja, wat ik net al zei is er ook een soort verantwoordelijkheid omdat er natuurlijk ook ja, ik probeer eigenlijk de positie die ik interessant vind is dat in die gepolariseerde wereld waar blijkbaar een kloof zit vind ik dat ik midden, de midden in die kloof erin. moet gaan staan ja en in wezen ben ik een maar goed, dat liefdevolle mid... verbinder en wil ik, <laughs> ja, ja, nou ja, wil ik, wil ik, wil ik, de, 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 eigenlijk wil ik daar, wil ik precies daar staan. Ja, maar polarisering is natuurlijk precies het wegvallen van dat midden. Ja, ja. Terwijl jij gaat in dat, in dat midden staan uh, en, en, en wil dan naar twee kanten toe of zo in de. Ja, dus, want ik denk ook, want het is natuurlijk, de werkelijkheid is natuurlijk ook, het is ook een soort kougem, het is gummi. En alleen daar moet wel op gekoud worden, daar moet, daar moet je mee blijven spelen. Dan, moet je, da, dan blijft dat spul wat, wat ons allemaal verbindt, uh, die viscositeit blijft dan soepel. En kun, je, en kun je bij elkaar komen. En als daar niet mee gespeeld wordt op een leuke manier, dan verhardt dat. En dan zitten we nu in. En dan wordt het onoverbrugbaar. Ja, soms loopt voor een deel. Ja, dat risico ja. bestaat. Ja, ik voel me toch nog steeds vrij om het daar te bewegen en om daarmee, om daarmee te spelen. Met dat, met dat spul waarvan ik de naam niet ken, maar wat, wat, wat ons allemaal uh, ergens zou moeten verbinden. En dan werd ik deze week aangesproken op de markt door een, uh, een man die. Uh... Die, uh, die, die ken ik al lang. En uh, hij is leraar. En hij uh, zei, ja, wat ik nou op mijn school uh, was een jongen die op een gegeven moment zijn vinger had opgestoken die wilde de klas uit, want hij was ongesteld. En ik dacht... <laughs> en ik dacht, nou, dat is ja. gewoon... Dit is, dit is materiaal voor... Dit, dit is ja. een soort reductio ad absurdum. Ja. Weet je wel? dit ja. is een uh... Nee, maar dat was echt een, een heel ding geworden. En nu, nu was dan een uh, voorlopige conclusie uh, op school, van dat jongens ook ongesteld konden zijn. En ik denk van, dit is... Ja. Hoe, 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 hoe ver... ja. Ik weet niet wat me nu overkomt. Ik vind ik had, het zo... Als ik een ik jongen was geweest in deze tijd en ik was 13 of 14 geweest, had ik zeker. Ja, toch? Had ik het ook geprobeerd. Ja. Ik snap jongen de jongen wel. Die jongen snap ik ook wel. Ja. Maar, die mensen... maar dat is, het, ja. Is dus, het heeft dus ook wel iets van. van uh, ja. Ik bedoel, het is eigenlijk een hele goede grap. Ja, absoluut. Op een bepaalde manier. Ja. Maar, maar zo kunnen we het dus niet meer zien. Althans, dit, zo, zo konden we er niet mee omgaan. Nou ja, die schrijfster van, van Harry Potter is daarom ja. natuurlijk gecanceld. Ge die ook ja. eigenlijk zoiets. Ja, was eigenlijk ook zoiets. Hè? En waarbij je natuurlijk niks afdoet dan dat uh, jongens of, of meisjes van een bepaalde leeftijd. een enorme worsteling kunnen doormaken. Nee. Hè? Dus dat, dus dat, 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 dat gaat het allemaal niet. Ik, om. Heb natuurlijk zelf, ik heb zelf vrij jonge kinderen nog. Wat, ja. ik, wat ik zelf zou willen, wat ik probeer. Als ouders is zoveel, eigenlijk zoveel mogelijk ruimte creëren. Dat ja. er van alles mogelijk is. Van de week toen moest mijn. Die hadden ook een project op school. Dat ging ook over. Um, uh, homo, ook over onder andere over homoseksualiteit. En dus ze moesten zelfs mensen gaan interviewen en zo. Toen dus zat ik ook nog even. Zal dus ik even Ook met ze te kletsen. En toen dacht ik ook: van ja, maar wacht eens even. Het is ook niet weer. Of, of homo of hetero Zal ik al een keer toch uit te leggen. Het kan ook zijn dat je ja, een keer een avond dat je weet ik wel leuk iemand ontmoet en dat je zin hebt om te zoenen en dat je opeens met een meisje staat te zoenen of men, het is ook niet of dat of dat. Ik wil eigenlijk zoveel mogelijk ruimte creëren en ik vind soms met al die ik vind dat er zoveel hokjes worden gecreëerd. Ja. terwijl ik gun iedereen juist heel veel ruimte. En wat, ja. wat mensen met die ruimte dan vervolgens doen... dat is, ja, probeer dingen uit. En uh, dat vind ik alleen, alleen maar leuk. Ik heb, dat heb ik zelf ook gedaan. En ik gun dat iedereen en zo. Maar dat, dat het benepen... Terwijl ja. het voelt... Het is een soort... Uh, wat, de zuilen die we hadden... keren wij nou terug, hè? Met, ja, met ja, het oud is heel, gereformeerd... en is heel dan gemaakt. Ja. vrijgemaakt... Ja. Ja. Dan krijg je dit... En dan maar het verkoopt die... zichzelf als progressief... en als, als ja. heel, heel vrij. Maar het, ik, het voelt als het, soms ook... als het tegenovergestelde daarvan. Ja. Nou nee, dat herken ik wel. Daar, daar, ja, daarom refereer ik ook wel... Dat is aan, aan de jaren tachtig. To, toen werd daar ook wel mee gespeeld. Maar echt toch wel anders. Of jaren zeventig eigenlijk al. Ja. Maar ja, ik, ik weet het niet. Ik vind... Ik vind ja. uh... Ja, ik, ik, dat is helemaal niet op, op, op wetenschappelijke basis. Ik heb gewoon, een, nee, trouwens, dit, dit is de privé, dat ga ik niet vertellen over, over <laughs> de kinderen van mijn vrienden. Maar ik heb sowieso het idee dat die begin twintig zo dat die. Ik, ik, ik denk volgens mij waren wij vijf keer zo geld toen, toen we twintig ja. waren. Ik, ik heb het idee, ze zitten allemaal lekker de, de Netflix-series te kijken met hun, met hun vriendje of met een vriendinnetje op de bank. En de, ik was wel gezellig bij mijn schoon. Nee, ik was wel met andere dingen bezig, moet ik zeggen. Toen ik, toen ik 18, 19 was... en die, die testosteron tot zo hoog... Uh, eruit klotste. W wanneer was voor jou duidelijk... dat je, dat je dit... Uh, je zei eigenlijk, ja, vanaf je jongste van ben je met humor bezig. Maar wanneer viel bij jou het kwartje? Van, okay, maar dit, dit wordt... Uh, dit wordt mijn spoor. Um, nou, toen ik... Toen ik naar de middelbare school... Dan moet je, ja, moest je gaan nadenken over wat voor opleiding je gaat ja. doen. En mijn vader wilde dat ik naar de HEO ging. En ik denk: nee, 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 dat gaat niet. En, en toen ja, ben ik die kant op gegaan. Alleen ja, dat, als je uit zo'n klein dorpje komt waar ik uit kom, dan is dat zo'n absurde droom. Dat je op een podium gaat staan en dat je komiek wordt en dat je net zoiets gaat doen als Freek de Jongen. Dat is totaal. Dus ik durfde dat niet eens hardop uit te spreken. En toen ben ik naar een soort theateropleiding gegaan, waar ik een opleiding heb gedaan tot dramadocent. En op die school gaande werd dat ik ja, wacht even. Toen moest ik stage gaan lopen. Ik nee, ik ga niet stage lopen, ik ga meedoen aan een cabaretfestival. Dus het zat, er, het zat er eigenlijk al heel lang. Maar het was zo'n uh, zo absurde droom eigenlijk: dat dat mo mogelijk zou zijn of dat het zou kunnen. Ja, je refereert al aan, van je, je komt natuurlijk uit een klein dorp. Maar. Dit is natuurlijk een van de thema's op dit moment, waar jij eigenlijk ook op allerlei manieren mee te maken hebt. Uh, dat onderscheid stad platteland. Ja, je, je, je hebt er ook. Uh, je, je steekt niet onder stoelen of banken dat je een fan bent van, van uh, PSV. Um, <laughs> dat, uh, dat je die Randstad ook op jouw manier bekijkt. Ja. Uh, uh, ik, ik herken dat voor een deel ook wel. Dat je uit, ik kom uit Zuid-Vlaanderen, dus dat is ook zo'n uh, achtergesteld geblief gebied. Nou zeg ik niet dat Eindhoven dat is, maar uh, uh, hoe, 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 hoe kijk jij eigenlijk nu naar die, naar, naar die polariteit? Tussen Randstad versus de rest, want dat is echt een thema. Ja, het is veel minder gepolariseerd in het echt dan ja. men doet geloven natuurlijk. Hè? Ja. Dat, 30 jaar geleden was dat verschil misschien veel groter hm. en nu... Ik was toevallig twee weken geleden in het dorpje waar ik op ben opgegroeid... En die jongens die hebben gewoon dezelfde kleren aan als mensen. Nou ja, dat is natuurlijk met heel die virtualisering. Je valt eigenlijk ook ja, een onderscheid ja, uh, weg. Ja. Ja, bedoel, iedereen kan gewoon gamen en naar dezelfde series kijken. En... Maar goed, bij de boeren heb je in ieder geval wel dat sentiment. Ja, en dat, ik merk het ook wel uh, aan de plekken waar ik optreed, dat er, dat er toch ook wel verschil is. Hè? Als ik in Rotterdam speel, dan voel ik altijd van. Ja, die mensen weten precies waar ik het over heb. Uh, als ik in Amsterdam speel, dan voel ik altijd, oh ja, die mensen hebben het allemaal gelezen in de, in de, in de Volkskrant en die, weet, die weten waar, waar ik het over heb, maar omdat ze het allemaal ja. hebben gelezen. Ja, ja. En als ik in Kuik speel, dan hebben mensen vaak geen idee waar ik waar het ligt over kuik? heb. Ja, ja dat, dat... dat is ook een goede vraag. Ik zet ook maar gewoon mijn navigatie <laughs> ja, 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 ja. aan. En, uh, ja. Ik noem maar, maar een voorbeeld, ja. maar dat, dat mensen bijvoorbeeld nog nooit van het woord queer hebben gehoord ja. en echt niet weten wat het betekent. En nog nooit van LHBTQ, daar hebben ze gewoon nog nooit van gehoord. Dat speelt daar helemaal niet. Nee. Helemaal niet. Nee. Nee. Wat voor mij soms ook onhandig is hoor. Ik vind, juist, ik vind het altijd leuk om in grote steden te spelen. Um, dus als performer uh, kom ik daar allemaal graag in al die steden. Uh, maar dat was natuurlijk niet echt je vraag. Van, maar ja, er is natuurlijk een. Ja, maar goed, dat is ook een cliché. Natuurlijk is er een vanuit. Uh, Journalisten en kunstenaars, er is natuurlijk een groot stedelijk perspectief. Ja, dat, dat is gewoon zo. En wat, wat breng jij in? Nou ja, misschien zit ik daar ook weer een beetje tussenin, omdat ik. Eindhoven is ook een grote stad. Ik ben ook wel een, ja. een stadsjongen, maar wel. Niet, ik kom niet uit de randstad. En ik heb ook nog wel. Ik, bedoel, ik ben nog wel. Uh, mijn vriendje van de lagere school, die was. Uh, hij doet nou iets anders, maar die is tot zijn vijftigste bijna. Ook boer geweest. Oké. Okay. En die, die spreek ik nog en die zie ik nog. En ik heb ook vrienden die hele andere dingen doen, die verkopen printers en dat soort dingen. Dus ik heb, ik heb wel het idee dat ik een connectie heb met de, met de echte wereld. Dat die vrienden van vroeger, die, die, die heb je nog wel. Ja, ik, ik zie nogal veel mensen van vroeger, ja. En toen dacht ik ook, dat dacht ik van de week, van, van ook dat, dat. En ik weet. Ik ben een leek op het gebied van stikstof en dat soort dingen. Ik kan daar helemaal geen uitspraak over doen. Mm -hmm. Maar die boeren, die boeren willen blijven bijvoorbeeld. En als mensen dat van tafel vegen, dan gaan ze toch gewoon wat anders doen. Ja, ik ken boeren en ik weet hoe die leven. Toen dacht ik, ja, maar stel nou dat ze tegen mij zouden zeggen... Is dat creatieve gedoe, dat is klaar. Ja. Ja, dat je tegen je, mensen ja, je moet, die in de journalistiek bezig zijn, dat is nu klaar. Je moet gewoon nu eens met je handen gaan doen. Ja. We hebben nu genoeg cabaretiers, we hebben er nu geen behoefte aan. Dat is allemaal, ja. we, hebben ja. nog een, we zoeken nog accountants, Theo. Ik zou knokken, ik zou, ja. ik zou vechten, ik zou de tractor kopen. En, ik zou er alles aan doen. Dat zit bij mij ook zo diep. Ik zou er alles aan doen... En al is dat dan egocentrisch, ik weet het ja, niet. Ja, maar dat is, dat, dus dat is nou precies identiteit. Ja, dat is nou precies ja, identiteit. Ja, dat is mijn wezen. Dat is ja. nog iets anders. dan Identiteit is dat wat je denkt dat je wezen ja, is. Nee, maar goed. Ja. Uh, en dat in identiteit in, in, in fundamentele zin, omdat ja. het ook zo persoonlijk is. Ja, dus dat zou, ik, dat zou ik, dan snap ik ook van, oh ja, dat is wel heel moeilijk. Je kan er niet makkelijk over doen. En misschien moet het, dat kan ook. Dat, ik zeg al, dat kan ik niet inschatten. Waarschijnlijk moet ja. het. Ik, ik ben nee, mooi. maar ik, ik, ik herken helemaal wat je zegt. Uh, ik heb ook al die vergelijking gemaakt. Stel je voor dat, dat op de Zuidas uh, dat je zegt, nou, dan moeten gewoon 2000 mensen uithalen op de ja. Nou, Je zou echt geen omgekeerde Nederlandse vlaggen zien. En, uh, uh, dus die associatie dat zij zichzelf verbinden met die grond, en ook zien als we, ja, wij, wij vormen eigenlijk een soort ja, de, de basis van, 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 van dit land, het is natuurlijk. Ik kan zeggen, oh, wat haal je in je hoofd? Maar, maar die verbinding met, met, met de aarde is natuurlijk zo fundamenteel. Het is het, je, je, het niet van, ja, je doet dit en nu kun je ook nog even wat... Nee, zij, zij vormen een soort van basis in hun beleving, hè? Ja, ik denk dat, ja want het gaat over, levens, over levensstijl, je stijl van leven. En de, dat is... Ja, dat is lastig als ze dat van je afpakken. Als ik dat vergelijk met... Als ik dat zelf zou moeten opgeven. Dat gaat haast niet. Ja. Ja. Maar hij is wel gestopt. Wat zeg je? Die vriend van je. Ja, maar dat had dat andere dat, okay. dat redenen. Ja, ja. Ja. Hé hey Theo, we moeten langzaam... We moeten niks, maar we gaan langzaam afronden. Wil jij nou nog één thema inbrengen? Je zegt van, goh, ik wil het hier eigenlijk toch wel even over hebben. Nu, ik, nu ik hier toch zit. Ja. Dus de, dan lopen we wel vooruit misschien op je podcast, hè. Maar... Um... Nou, waar ik... Ja, maar dat is, mijn, dat is een hele andere... Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Ik, want ik, ik heb die nieuwe wereld wel gevolgd een beetje vanaf het begin. Ik heb niet alles gezien, maar nee, misschien dat, wel een... uh, daar, daar, daar kom je niet meer aan werken toe. Hè, nee, nee, nee. <laughs> maar dat... toch, toch wel wat. Ik ben ja. eigenlijk wel heel benieuwd, want uh, dit is dat helemaal los van waar we het nu over hebben, maar in, ja, nee, maar dat maakt niet uit. Je hebt met zoveel en dat vind ik er ook leuk aan. Je hebt met zoveel verschillende mensen gepraat, met veel ja. mensen die. Uh, ik ben, ben eigenlijk wel heel benieuwd in in welke mate jou dat veranderd heeft in je in je denken. Denk jij nog hetzelfde als 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 drie jaar geleden of als vier jaar geleden? Of? Um, nou, ja, goede vraag. Uh, nee. Zeker niet. Uh, maar dan moet je weten dat ik uh, op, de, uh, op de VU al een programma had uh, dat heet uh, Filosofie op de Zuidas. En dat, dat, dat was eigenlijk al een formule dat ik één keer in de maand een gesprek met iemand uit allerlei uh, sectoren. Daarnaast geef ik veel uh, lezingen en uh, ook in allerlei, uh, uh, allerlei gremia. En uh, ik, ik vind het dus heel prettig om met uh, allerlei mensen te spreken. Uh, ook om te merken, uh, bijna een soort polslag van de tijd. Hè? Van, van waar, waar zitten mensen en wat, wat, wat gaat er in hen, hen om? En, uh, en daar leer je natuurlijk ook van. En uh, ik, ik heb ook bewust uh, voor de formule gekozen. Uh, sommige mensen zitten over de zijkant. Ja, Brugge moet zijn mond houden. Nee, ik, nee, ik zit gewoon met die mond. Uh, en, zoals ik bij spreken van spreken in, 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 in de kroeg zou kunnen zitten... maar dan iets geconcentreerder en wat stiller. Ja. Maar wel ja, gewoon met elkaar in gesprek gehad. En, en ik heb er echt ook wel dingen daardoor opgestoken de afgelopen jaren. Gewoon, gewoon puur inhoudelijk. En, en dat geldt ook weer voor zo'n gesprek wat wij nu hebben. En dan, dan pik ik toch dingen uit op... En, en, en daar word ik door verrijkt. Eigenlijk zo, zo, zo simpel is het. Want dat is eigenlijk de, de onderliggende vraag. We hadden het over die, die ruimte creëren ja. hè? in jezelf. Want is die ruimte groter geworden? Of, is de, of gaat er dan tegelijkertijd op andere plekjes ook ruimte, ruimte weg? Door... Nou ja. Nee, ja, ja, terecht die, die, uh, die vraag. Uh, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met het tijdsgevricht waarin we, waarin we zitten. Ja, dus uh, ik, ik, je weet, ik was vrij kritisch op het hele coronabeleid. Uh, en het heeft mij wel verbaasd zeg maar, hoe, hoe uh, die maatschappelijke polarisatie... hoe, hoe die ook uh, zich uh, uiteindelijk ook in, in, de, in de media manifesteerde. Dus, dus dat er bepaalde zaken gewoon niet of nauwelijks besproken ja. konden worden. Hè? En dus niet alleen dat je er geen grappen over kon maken, maar, maar ook... Uh, ja, dat het bijna hebben van een andere opvatting al iets was om, om iemand uh, voor gek te vergelijken. Je bent dan bijna fout als je met iemand als Maurice de Hond praat. Ja. Om maar een voorbeeld te ja, geven. Ja, ja. Nou, dat, dat was zoiets. Hè. Dus het, dat heb ik ook wel gemerkt. Wel, ik moet zeggen: zo Maurice, uh, ik, 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 had een hele, ik heb een heel andere onderwijsopvatting dan hij. Uh, Hoewel we misschien wel, uh, wel dichter bij elkaar zijn uh, gekomen. Ik sluit het niet uit. Hij zei onlangs tegen me, la laten we dat gesprek over onderwijs nog eens. Ik zei nou, graag, weet je wel. Maar ik zie dan iemand op uh, televisie een verhaal houden. En ik, uh, ik denk van, hé, hey, maar dat is, dat is wel intelligent. Dat is, dat is geen onzin. Ik ga uh, eens even kijken naar wat hij verwijst. En dan, uh, dus ik ben, ik ben ook wel een beetje een speler. Hè? Dus, dus in de zin van... Um, oh, nou uh, interessant, dus ze gaat me daar wat in verdiepen. Dan denk ik: Ja, dat is relevant. Lijkt me belangrijk ook uh, omdat ik merk dat er één opinie zo dominant is. Ja. Dus wat dan, wat dan wel vanzelf gebeurde, uh, hè, en daar moet je ook wel voor hoeden, is dat je omdat je andere stemmen toelaat, uh, je ook merkt dat je zelf ook in een, uh, in een soort positie terechtkomt. Uh, ja, en ik heb natuurlijk ook uiteindelijk wel beslissingen genomen. En ik heb me niet laten vaccineren. En ik, maar ik hoef dat niet allemaal uh, uh, op, op, uh, op de nieuwe wereld uit te kramen. Maar ik wil wel die ruimte creëren waarin dat een, uh, ook een, een, een soort weloverwogen beslissing kan ja. zijn van mensen. Die niet helemaal gek zijn of ja. zo, maar die, die daar hun eigen afwegingen uh, bij maken. En, en, en wat, in wat het mij heeft verandert is vooral. Ja, hoe, hoe de wereld om, om me heen uh, zo heftig heeft gereageerd. Ook, ook op onze zender. Maar uh, persoonlijk heb ik daar niet heel veel uh, narigheid van ondervonden. Ja, je wordt natuurlijk af en toe in de media. Of, of de, zoals het destijds met de NRC Handelsblad gebeurde. Word je op een bepaalde manier bejegend. Nou ja, goed. Weet je, dat, uh, wie, dat, 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 dat vind ik dan verder niet zo erg. Maar, maar wel dat, hele, al, dat algehele klimaat. Dat Algehele klimaat. En, en heb jij een antwoord op de vraag? Want dat vind ik ook een beetje on... nou, een interessante vraag: van in welke mate hebben we een dominant We hebben natuurlijk ook een dominant verhaal nodig. Ja, en zeker in crisistijd, dat is natuurlijk het ingewikkelde, ah. wat ik niet zo goed weet. Ja, was dat nou te, te dominant? Of, ja, eh, het... nou ja, dus ik denk, kijk, ook, ook daar moet je denk we op afstand gaan staan. Ik, ik heb, uh, dat, zo hebben we dat ook bij de nieuwe wereld, denk ik, wel naar buiten uh, gebracht. Ik, ik heb op zich wel begrip voor die verwarring in die beginperiode. Maar ja. ik, ik vond vanaf zomer, uh, najaar uh, of uh, 2020 dat het gewoon veel te rigide werd. Ja. En dat er simpelweg uh, te weinig uh, werd nagedacht over uh, uh, andere belangen en waarden. En, en, um, collateral damage. Yeah. Ja. En, en uh, dus ik heb me vooral heel erg opgewonden over uh, ja, tot de maatregelen die die jongeren onevenredig hard troffen. En want jij vertelde, uh, ja, ik, ik kan me nog heel goed inbeelden hoe het was toen ik twaalf uh, was of toen ik tien was. Ik heb echt hele levendige herinneringen. En als ik me dan... Uh, ik, ik, dat, dat zou in die tijd nooit op die manier hebben plaatsgevonden er hmm. werd gewoon op een andere manier uh, met, met uh, leven en dood omgegaan. En, en ook, uh, met, dus, dus ook met gezondheid dus en, en, en maatregelen. En, uh, en het gemak waarmee uh, dit toch vond ik, uh, even werd, werd opgelegd, zonder na te denken van goh, wat betekent dat nu voor, voor gasten van uh, tien, jongens van 15. Ja, die op een gegeven moment in Eindhoven gaan, gaan rellen, weet je wel. Ja. En dat wordt dan als een soort uitschot wordt dat dan. Ja, daar kan, ik, daar, kan, daar kan ik dus echt heel boos over worden. Maar ook droevig. En ook wel een soort gêne. Dus ik heb, ik heb me in die periode ook, ook wel gegeneerd voor, als generatie. Ik vind, ja. wat, wat doen wij eigenlijk? Wat zijn wij eigenlijk aan het doen met onze kinderen? Wat, wat laten we ze nou zien over het leven? En uh, ja. En, 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 en jij kan het zeg maar, uh, analyseren door het in het absurde te trekken en verschillende perspectieven aan te brengen. Ja, ik ben filosoof, dus ik ga dan uh, toch, toch naar uh, een soort ook een verbreding en een verdieping. En, en proberen ook op die manier ruimte te creëren. En, en ik weet ook dat dat, uh, ja, dat, dat, dat is in een positie waarin de, 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 de maatschappij polariseert, dus dat is dat gewoon heel lastig. Dus, ik, dus dat is als je zegt van nou ja, wat dat je samen, nou misschien nog iets, dat je samen met die gasten uh, afgelopen jaren heb ik ook wel een, een soort van uh, bondgenootschap gevoeld. Toch? Ja, ook, 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 ook met de jongens van de opnames en de uh, dat het wat het was, had al een beetje familiegevoel. Ja. eigenlijk hier. Ja, dat is voor mij wel het risico. Ik wil zo graag. In dat ik wil zo graag vrij blijven en ik wil ook niet dat er omstandigheden zijn waardoor je van de weeromstuit ja. de andere kant op gaat en een reactie wordt op die actie. Ja. Maar dat is soms best moeilijk. Ja, ja en, dat, dat, nou, dat herken ik ook wel en, en, en dat is een, dus een delicaat evenwicht. Ja. En daarom vond ik het ook wel jammer dat, dat uh, soms ook een reactie op de nieuwe wereld, ja, men, men ook niet zag dat wij wel, toch wel geprobeerd te hebben over het algemeen om. Uh, om om uh, die openheid uh, te, te bewaren. Ja. Dus dat is. Uh, en, en natuurlijk, uh, als het dominante verhaal dan één kant op gaat, ga je meer uh, tegenhangen. Maar ik heb ook wel altijd een soort van begrip proberen op te brengen voor die andere positie. Uh, Zij het dat ik ook wel al zeggen, vanuit een, een meer uh, uh, macro-perspectief. Uh, ook wel de mening ben toegedaan dat hier hele grote belangen en machten werkzaam zijn. Ja. En zonder dat dat meteen uh, extreem in de conspiratie gaat. Maar nee, natuurlijk. Er zijn gewoon ook, ook belangen in het spel. en, en de spelernetwerken. Ja, die ook, die ook wel toe leiden dat, dat mensen het heel moeilijk vinden. om uh, bepaalde uh, inzichten toe te laten. Dus. Uh... Dus dat? <laughs> ja. ja. Ja, nee. maar goed. Dus, gaan we gaan het uh, verder over hebben als we, we, gaan, als we, gaan, we gaan praten. Ja, we gaan bij dadelijk, ja, precies, ervaring ja. voor beginners, mijn ja. podcast. Ervaring voor beginners, ja. Nou, het was mij genoeg in ieder geval. Ik vond het uh, ook leuk, uh, altijd. Uh, dus uh, uh, we gaan met jouw podcast gewoon verder. Ervaring voor beginners. Uh, ja, wanneer, het, uh, wanneer jullie, laat ik maar persoonlijk blijven, het volgehouden hebben tot uh, dit moment. Uh, dan hou je kennelijk van uh, lange gesprekken. Dat is ook een, een reden om ons te steunen met de eindjaarsactie. Want daar zijn wij geheel van afhankelijk. Met iedere dag proberen we althans een, een uitzending. En ja, er zijn aardig wat jongens en meisjes voor in de weer. En, nou, wij vinden het heel fijn om te doen. Maar uh, we zijn wel van jullie afhankelijk om het uh, mede mogelijk te maken. Dus uh, wanneer je uh, uh, een kijker bent, steun ons. Uh, maakt niet uit, 5 euro, 10 euro. Alles is goed. En uh, ja, kijk Theo. Even eh, ja. het, het, het ja. Komt dadelijk. Ja, komt zo. Eh, kijk naar de link onderin of uh, boven in het, uh, in het scherm. Dankjewel.